Is er al nieuws via WhatsApp? Meld je nu aan via cvi.nl slash WhatsApp. Nou, goedenavond allemaal: Shalom. Shalom. Um, het is voor mij een beetje een uh, thuiswedstrijd, want uh, de nioms komen uit Nijkerk. Uh, en ik heb nog een, nog een, op, een uh, mededeling voordat ik begin. Mochten jullie het nog niet hebben, ik heb, ik heb het geschreven en het is echt een hele goede gids als jullie naar Israël gaan. Ligt daarachter op de tafel? Daar ligt het. En als jullie het kopen, dan uh, uh, signeer ik het. <tiedacht> <tiedacht> nou. <tiedacht> <tied> <tied> um. Afgelopen vrijdag was ik uh, naar een uh, synagogendienst in de Liberaal-Joods gemeente in Amsterdam. Waar een uh, herdenkingsdienst was voor de slachtoffers van de synagogen in Pittsburgh. En daar sprak de consul van Amerika, uh, rabbijn ten Brink sprak. En er sprak ook een vrouw die uh, daar oorspronkelijk vandaan kwam. En behalve dat er slachtoffers werden uh, herdacht, was de boodschap... We moeten met elkaar blijven praten, wat er ook gebeurt en hoe verschrikkelijk het ook is. Elkaar blijven zien, elkaar uh, de hand reiken. Um, dit soort dingen mag niet ons leven uh, verpesten. En ik dacht, ik vind dit een mooie uh, rode draad voor het verhaal wat ik uh, vanavond ga vertellen. Ik ga jullie een beetje meenemen in um, uh, het leven dat ik leid sinds 13 jaar. Toen ik, um, um, ik, ik ben opgegroeid, maar de meeste zullen mij, zullen, jullie zullen de meeste zullen mijn vader wel kennen. Ik ben opgegroeid in een Joods-Zionistisch gezin. En um, Israël was um, onderdeel van ons leven, is volgens mij vanaf dat ik bij mijn moeder in de buik zat. En um, wij gingen uh, een paar keer per jaar uh, naar Israël om vakantie te houden. En um, na mijn middelbare schooltijd ben ik ook een, heb ik een jaar in Israël gewoond. En ik dacht dat ik Israël kende. Tot ik er dertien jaar geleden ging wonen. En terechtkwam in het noorden. Um, een beetje tussen uh, Akko en Naria. Zijn jullie allemaal al in Israël geweest? Nog niet of wel? Oké. Okay. Nou, het is zo'n beetje tegen de Libanese uh, grens aan. Ehm. Um, en um, ik woon daar in een uh, uh, wat een kibbutz was ooit, maar um, dat is, de zien zijn niet meer wat het is. Het is inmiddels meer een, een dorpje waar mensen bij elkaar wonen. En wij zijn daar op, worden daar omringd door Arabische uh, dorpen. En. Um, uh, en mijn man, die, uh, ook een oud Nederlander, die uh, zit in het, uh, uh, is verantwoordelijk voor het water in de kibboets en die gaat ook over het waterreservoir. En hij werkt met mensen uit het dorp, uit de Arabische dorpen, want die werken gewoon bij ons en je komt bij elkaar over de vloer. En toen ik er dertien jaar geleden kwam wonen, was dat voor mij een totaal uh, uh, nieuwe wereld. Um, ik kende Israël, maar niet op deze manier. En uh, uh, in het begin, toen uh, Paul dus plotseling een vrouw had, werd hij uitgenodigd uh, om bij de mensen waar hij mee werkte thuis te komen. En uh, de eerste paar keer was dat. Uh, nou, dat heeft wel denk ik twee of drie jaar geduurd. Officieel ontvangst in de gastkamer, kreeg je koffie. Ik denk, ik heb nog nooit van mijn leven koffie gedronken, maar je moet wel, want anders uh, uh, zijn ze beledigd? En um, was het allemaal heel officieel. Maar wat gebeurd is, en dat is uh, iets waar ik zo dankbaar voor ben dat dat, dat dat zo gegaan is. We zijn met een groot aantal families daar vrienden geworden. En uh, zij vinden zelfs dat wij familie van hun zijn. En we worden uitgenodigd voor. Um, Feesten en partijen en droevige dingen en de leuke dingen en vaak zijn we de enige uh, Joodse uh, gasten uh, op zo'n gigantische Arabische bruiloft. Um, um, en ik heb ontdekt door de jaren heen en het is jammer dat ik, um, um, dat, ik dat bijvoorbeeld niet aan uh, de president van Amerika kan laten weten. Ontdekt dat um, we, zijn, we zijn allemaal mensen, maar er is een verschil in denken en er is een verschil in cultuur. En, um, um, en daar zal ik ook een aantal voorbeelden zo van geven. En ik denk dat dat een van de redenen is waar, waarom we maar die ellende hebben in het Midden-Oosten. En het is zo jammer dat mensen daar niet meer van weten. Een van de dingen is dat je. We kunnen bijvoorbeeld smiddags gebeld worden dat er s'avonds een bruiloft is. En dan weten ze al maanden dat er een bruiloft is. Um, de manier van denken over tijd en um, uh, hoe je met je gasten omgaat, en ze zijn ongelooflijk gastvrij, is heel anders dan dat wij dat uh, gewend zijn. Het is niet meer, het is niet minder, maar het is anders. Um, en um, um, dat is een van de dingen waar, wat mij uh, door de jaren heen steeds meer is gaan fascineren. En waar ik uh, zo dankbaar voor ben dat Christen voor Israël mij daar altijd de gelegenheid voor geeft om erover te schrijven. Um, omdat er um, uh, behalve dat stukje uh, wat, wat ik dan meemaak in mijn leven. Ongelooflijk veel prachtige projecten tussen Arabieren, Joden en Palestijnen zijn in Israël. En dat kan dus. En um, door mijn werk ben ik uh, bij heel van, veel van die uh, projecten door de jaren heen uh, geweest. En um, ik wil beginnen en daarna mogen jullie vragen wat jullie willen. Om daar een beetje over te vertellen, omdat dat voor mij een ander Israël is, wat niet zo heel erg, uh, eigenlijk helemaal niet bekend is uh, buiten Israël. Zo is er een um, um, zijn er gemengde scholen uh, waar Joodse en Arabische kinderen uh, samen leren. Er zijn er een aantal verspreid over het land. Er zijn er nog lang niet genoeg en het is van beide kanten leren om met elkaar om te gaan. Maar ik ben een aantal keren op die scholen geweest... om, er, om uh, kinderen te interviewen en leraren te interviewen... en ouders te interviewen. En het bijzondere is daar dat um, voor een klas staat... een um, Arabisch sprekende juf of meester... en een Ivriet sprekende juf of meester... Dus een moslim en een joodse vrouw of meneer. En, um, en de kinderen kunnen beide spreken. En ik heb de kinderen geïnterviewd um, en de vraag was natuurlijk: hoe vind je het nou om op zo'n bijzondere school te zijn? En de kinderen hadden geen idee waar ik het over had. Die vonden het zo, voor hun is het zo normaal om samen uh, op te trekken. En, Behalve dat de, de leraren die gemengd zijn met elkaar optrekken, zijn het de kinderen die uh, gemengd zijn en bij elkaar thuiskomen, waardoor de ouders met elkaar uh, omgaan. Er zijn schoolreisjes waar de ouders mee gaan, dus het is een soort klein, vle uh, klein vlekje wat zich dan uh, heel langzaam uitbreidt. En het is niet een makkelijk verhaal, want. Bijvoorbeeld Yom Ha'atzmaut, de onafhankelijkheidsdag van Israël, is voor de Joodse mensen een uh, uh, enorm feest. Want het is de uh, dag dat Israël werd opgericht. Maar voor Arabische mensen is het. Uh, uh, voor veel Arabische mensen is het een zwarte dag. En uh, op die school wordt het alle, allemaal gedeeld met elkaar. En um, ik ben daar. Vele malen geweest, omdat ik dacht: dit is um, zo'n mooie basis om um, dit is eigenlijk de manier om vrede te krijgen. Klein beginnen um, en zorgen dat het um, eigenlijk iets normaals is om met elkaar uh, om te gaan. Uh, ze, de school heet Hand in Hand, Hand in Hand. ook een uh, prachtige symbolische naam. Een ander um, heel bijzonder uh, project is, uh, of samenwerkingsverband, is dus een beter woord, is de um, um, Parent Circle. Daar, um, komen, daar zijn uh, familieleden. Ouders, broers, zusters, vrouwen, mannen, die um, bij een aanslag een geliefde hebben verloren, of uh, ouders of uh, familie zijn van een terrorist, maar die terrorist is natuurlijk ook omgekomen. En die zijn in staat, die mensen, om um, boven uh, het verdriet en de haat, nee, boven de haat uit te komen naar elkaar toe. Elkaar de hand te reiken. En ze reizen uh, door Israël om uh, erover te vertellen, maar door de hele wereld. En laten zien dat um, de beelden die uh, bijna dagelijks um, uh, via de media de wereld in komen over de um, negatieve dingen in Israël, dat er eigenlijk Prachtige dingen gebeuren. Het krijgt alleen veel minder aandacht helaas, behalve de Christenen voor Israël. <laughs> um, en um, ik heb ook die mensen vaak geïnterviewd en met ze gepraat. En daar, daar blijf je niet droog bij, want dat, de verhalen zijn vreselijk. Want ze hebben hun kinderen verloren, of een man of een vader of moeder. Ehm. Um, maar zij zijn allemaal zij zijn alle zo um, vastberaden dat haat niet de manier is om te leven, um, dat ze in staat zijn om daar uh, bovenuit te komen en dus te doen wat ik net vertelde. Um, een ander uh, um, heel bijzonder iets, wat ook niet heel veel de media raakt, is. Um, 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 donor. Uh, hoe noem je dat? Donor. Uh, als je uh, uh, iemand bijna uh, dood is en de uh, long en de ogen en oh, de. Uh, ja, precies. Orgaandonatie. Ja. Um, ook dat gebeurt. Er wordt niet gekeken naar wat de, de achtergrond is van degene die het krijgt. Um, en. Um, het gaat naar Joodse en uh, Arabische families. We hebben zelf het helaas van heel dichtbij meegemaakt. Een zoon van uh, goede vrienden van ons is um, verongelukt in het leger. En uh, die jongen had, uh, ondanks dat hij pas 18 was, zo'n verklaring getekend. En um, zijn ouders uh, is daarna verteld waar uh, zijn organen naartoe zijn gegaan. En daaronder waren, ik geloof, naar vijf of zes mensen, waaronder twee uh, Arabische. Uh, families die dat. of een man of een vrouw die dat gekregen hebben. En die familie was daar. dat, dat gaf uh, troost. Dat ze. Uh, op die manier konden bijdragen aan. Uh, ja, een stukje begrip naar elkaar toe. En dat het niet uitmaakt dat we. We allemaal hetzelfde zijn. Een ander voorbeeld um, wat, wat dichterbij is en niet echt een um, organisatie zijn de ziekenhuizen in Israël. Um, ik, weet, ik hoop niet dat u een Israëlisch ziekenhuis heeft bezocht als u in Israël was, want dat is natuurlijk niet leuk. Maar uh, de ziekenhuizen zijn allemaal gemengd. Um, ik woon vlakbij Naharia en um, daar. Um, kan het gebeuren dat je in een kamer ligt met uh, iemand uit Syrië? Of zelfs een, een terrorist die gewond is? Want um, de ziekenhuizen um, um, gaan ervan uit dat ieder mens een mens is en iedereen uh, geholpen moet worden. Um, ik heb een uh, verhaal gehoord, wat niet een verhaal is, maar uh, echt gebeurd was. Van een man die um, in Naria in het ziekenhuis lag en naast hem lag een, uh, uh, iemand die een aanslag had gepleegd en die lag uh, in coma. En um, aan zijn bed zat iedere dag een, um, uh, zijn broer, maar die deed niets. Die zat daar alleen maar, en de familie van degene die de Joodse man die een hartaanval had gehad, die is na een paar dagen naar die broer toegegaan en die zei: Waarom raak je je broer niet aan? En hij begreep niet hoe je dat moest doen. En dat heeft hij uitgelegd: Dat je moet praten en wat aaien en misschien wat massage moet geven. Of in ieder geval dat dat, dat, dat goed is als iemand in coma is. En die man is uit coma geraakt. En die families zijn bevriend uh, geraakt. En dat klinkt misschien een beetje raar. Maar, um, en dat, dat is ook uh, de, de echte rode draad van wat ik hier vertel. Um, dit zijn, dit lijken misschien rare kleine dingen, maar dit is een, um, een basis voor iets, die, die, die mensen komen terug in Gaza of de Westbank of waar ze ook naartoe komen. En kunnen vertellen dat Joden eigenlijk best wel meevallen... en dat het wel gewoon allemaal dezelfde mensen zijn. En dat gebeurt ook. Die families hebben nog steeds uh, contact met elkaar. Een ander mooi project is um, van het Peres-instituut. Simon Peres, ik neem aan dat jullie allemaal de naam kennen... heeft een instituut opgericht in uh, Jaffo... Wat, uh, veel aan coexistentie doet, samenwerking tussen Joden en Arabieren. En um, een van hun projecten is um, zieke kinderen halen uit Gaza. Gaza, waar we uh, bijna dagelijks door uh, gebombardeerd worden of die vreselijke ballonnen komen. De kinderen worden uit Gaza gehaald met speciale toestemming van Hamas. Uh, en um, mogen een uh, familielid meenemen, een vader of een moeder of een opa. En vaak zijn de kinderen zo ziek dat ze echt langere tijd um, in, in Israël moeten zijn, moeten verblijven. En um, um, dan zijn er, uh, ze verblijven in het ziekenhuis waar ook Joodse families zijn. Ze ontmoeten elkaar. Vaak worden de kinderen, raken bevriend. De ouders raken bevriend. Er zijn gezinnen in Israël die zorgen voor eten voor dit soort gezinnen, voor speelgoed, want het is langere tijd. En hoe gek het ook klinkt, maar die mensen die gaan naar maanden terug naar Gaza en zijn een beetje ambassadeurs. Um, een heel wat dichter uh, voorbeeld, maar wat ik zelf altijd um, heel erg mooi vind. Um, zoals ik begon te vertellen, we uh, wonen in, omgeven door Arabische en Druze dorpen. En um, mijn boodschappen doe ik in het Druze dorp in de grote supermarkt. Als jullie naar Israël komen, bel me en dan neem ik jullie daarmee naartoe. Um, en daar werken Joden, Christenen, uh, Arabieren, Druzen, orthodox, liberaal, alles door elkaar. En behalve dat het personeel gemengd is, is natuurlijk ook de mensen die daar kopen uh, gemengd. En op een ochtend, uh, ik hou er altijd van om erg vroeg te gaan uh, boodschappen doen, want anders is het te druk of te warm. En ik was veel te vroeg. En toen um, ging de deur open. En toen kwam een van de medewerkers naar buiten. En die. Um, had een zak zout in zijn hand en die strooide zout voor de uitgangen overal. En daarna uh, met water poot hij dat weg. En toen ben ik naar hem toe gaan en toen zei ik, Wa wat ben je aan het doen? En toen zei hij: Dat doen wij tegen uh, boze geesten. En wat is het bijzondere, waarom vertel ik dit? Als Joden in een nieuw huis komen, dan hebben ze zout in hun hand. En dat gooien ze. Uh, over hun schouder. En dat is een zijn uh, een van geluk. En um, um, ik moet er altijd aan denken als ik daar naartoe ga, hoe, hoe ongelooflijk dicht we, we naast elkaar staan en, en het eigenlijk niet van elkaar uh, altijd weten, um, Vinden jullie het leuk als ik een beetje vertel over hoe zo'n bruiloft gaat? Hoe, we, hoe wij dat meemaken? Ja? <lacht> ja. <lacht> um, een, een Arabische bruiloft, in ieder geval in de Arabische dorpen bij ons, duurt meestal een week. Uh, en we worden altijd voor iedere avond uitgenodigd. Um, ja. Uh, dat betekent dat ik zeven jurken moet hebben. <laughs> Ja, en hoe modern de kinderen ook zijn, op het moment dat ze uh, gaan trouwen, is de, uh, zijn ze plotseling ongelooflijk traditioneel. Um, als ze zich verloven, uh, en dat geldt echt voor al die dorpen bij ons in de buurt, dan uh, mogen ze, uh, moeten ze wachten totdat de vader van de bruidegom. Uh, zegt, jullie mogen nu trouwen en jullie huis is klaar. En die jaren mogen ze uh, nooit alleen zijn. Dus er is altijd een uh, chaperon erbij, iemand die uh, oplet. En de verloving, de eerste keer dat wij een verloving meemaakten, uh, dacht ik dat het een bruiloft was. Want het is net zoals bij ons met zo'n mooie grote jurk: heel veel cadeaus, heel veel gasten. En er is altijd ongelooflijk veel eten. Maar dat is een verloving. En wat uh, daar dan gebeurt, is dat de bruid letterlijk een mand krijgt met goud, gouden dingen. Sieraden, uh, van alles. O, uh, want dat is voor, uh, als het, stel je voor, het gaat op een dag niet goed. Um, de zoon van onze vrienden heeft vijf jaar moeten wachten totdat uh, zijn vader toestemming uh, gaf. En um, het huis klaar was um, wat hij voor ze gebouwd heeft nog. En um, toen hadden we dus um, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag uh, bruiloft. En donderdag was uh, de grote bruiloft in de grote hal. Maar de avonden daarvoor is iedere avond bij de bruidegom thuis. De meeste Arabieren uh, in de dorpen bij ons uh, wonen, bij, de wonen de zonen nog bij hun ouders en blijven daar ook wonen. De vrouwen komen daarbij. En dat zijn vaak hele grote, er um, ja, staan vijf, zes huizen met grote binnenplaats. En daar wordt de bruiloft gehouden. En um, zodra wij binnenkomen, uh, iedereen kent ons inmiddels. Um, dan worden we uh, neergezet tussen uh, de families. We, zijn niet, uh, we worden niet als bijzonder behandeld. Er wordt wel continu in de gaten gehouden dat we eten. En uh, ik eet geen vlees, iets wat bij Arabieren niet heel vaak voorkomt. Want vlees is een uh, teken van rijkdom. Maar inmiddels weet iedereen dit. Dus er zijn altijd uh, echt heel bijzonder. Uh, er wordt altijd rekening mee gehouden. En er zijn speciale gerechten, altijd apart voor mij. En dan wordt er uh, urenlang gegeten en uh, muziek gemaakt en gescheiden gedanst. De mannen dansen en de vrouwen dansen. En, um, en dan de laatste avond als de, uh, het feest in de grote hal is. Dan um, is dat het moment waarop de bruid dus voor het eerst naar haar uh, schooffamilie uh, wordt gebracht. En dat is ook weer een hele ceremonie. En, en dan begint het uh, uh, leven. Um, wat ook uh, uh, bijzonder is, als ik bijvoorbeeld. Um, een envelop nodig heb, of een pak uh, wit papier van mijn computer, dan ga ik naar de kantoorwinkel in het uh, Arabische dorp en dan, um, dan zeg ik: ik heb, uh, ik heb een envelop nodig of wit papier, maar dan gaan we niet gelijk, gaat hij daar naar zoeken? Ik moet eerst gaan zitten om koffie met hem te drinken. En, uh, en dat geldt voor de kantoorboekwinkel, dat geldt voor. Uh, nou noem het maar op waar je, wat voor winkel je ook komt. En ik zei het net al, ik drink dus geen koffie, maar ik doe dat wel, omdat. nou ja, ik, ik wil ze natuurlijk niet um, uh, beledigen. Ja. Um, Ik voel me in de uh, Arabische dorpen bij ons in de omgeving veiliger dan wanneer ik in Amsterdam uh, s'nachts loop of 's avonds loop. Um, en um, het is voor mij zo een onderdeel van het leven dat ik merkte: toen ik dit, uh, deze, dit verhaal aan het voorbereiden was, dat ik echt ontzettend moest nadenken over wat nou toch zo bijzonder is. Want het is voor mij in die dertien jaar um, ja, zo van, ik neem niet, het is niet vanzelfsprekend, maar zo gewoon geworden. En, um, en het voelt als een cadeau. En ik denk dat um, uh, ik hoop dat ik mijn verhaal nog vele malen hier mag vertellen, want het is zo belangrijk dat deze kant van Israël belicht wordt en over verteld wordt. En deze kant is zoveel belangrijker dan de ellende waar altijd over geschreven wordt. Israël via WhatsApp. Meld je nu aan via cvi.nl/whatsapp.